Vandaag fietsen we naar het schitterend appartement in Goes. Als u nou exclusief wonen, dan is dit uw kans. Het appartementencomplex beschikt over 35 luxe appartementen en is gebouwd in 2008. Het complex beschikt over een grote mate van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een centraal intercomsysteem bij de ingang en een automatische toegangspoort bij de parkeerplaats. Het appartement ligt op loopafstand van de gezellige binnenstad en de jachthaven van Goes. Wilt u weten hoe dit luxe appartement er van binnen uitziet? Kom verder en kijk mee. Dit appartement is maar liefst 330 vierkante meter groot en het ligt op de begane grond. In deze ruime hal vinden we een prachtig toilet. We vinden de kast met de cv en extra bergruimte. En hier hebben we de meterkast. Houten vloeren, prachtige schilderwerk en de kleurstelling geeft dit een hele luxe uitstraling. Het hele appartement, ook de woonkeuken, de bijkeuken en de badkamers zijn op maat uitgevoerd door architect Leo Slabbekoorn. De living is opgedeeld in verschillende ruimten. En hier ziet u een royale studiekamer. De ruimte is deze gezellige living. En wat me opvalt, is dat er heel veel licht is. Door middels van deze twee kastenwanden is de living gescheiden van de eethoek. En u kunt dit dus gebruiken voor extra opbergruimte zoals u ziet. Het voorkomt dat het er rommelig uitziet. Is deze sfeervolle eethoek. Ziet er super gezellig uit. En een echte eyecatcher is er wel dit ronde raam. Wie vindt dat nou niet leuk? We zijn nu bij de keuken. En dit is echt een plaatje. Het is ook een echte woonkeuken, want hij staat in verbinding met alle ruimte. Prachtig natuurstenen werkblad, inbouwapparatuur en deze kastenwand. Met dubbele kool- en vriescombinatie, twee ovens en jawel, extra kastruimte. Nu gaan we naar de bijkeuken. Daar kom je door middel van deze schuifdeur. Nou, we zijn nu in deze mooi afgewerkte bijkeuken en hier vinden we nog een aanrecht. Vaste kasten. En we hebben nog meer. Hier namelijk het ventilatiesysteem en wasmachine aansluiting. We zijn nu in de master bedroom en deze kamer heeft een kastwand en is maar liefst 19 vierkante meter groot. En als we hier door de deur gaan, komen we in de badkamer uit. De badkamer is luxe afgewerkt en is voorzien van een dubbele wastafel en een mooie kastenwand. En als we hier doorlopen, hebben we ook nog een mooie inloopdouche en een toilet. En ook hier hebben we nog extra kasten.
deze kamer is bereikbaar vanuit de hal. Wat lekker opvalt is dat het hier lekker licht is. En we hebben hier een schuifdeur, wat zou daar achter zitten? Jawel, een tweede badkamer. Deze badkamer is hetzelfde afgewerkt als de eerste badkamer. Met een wastafel en een toilet. Maar, wat nou echt het verschil is met de eerste badkamer, is dat hier een heerlijk lichtbad is. En ook in deze badkamer hebben we een lekkere inloopdouche. Maar dat is nog niet alles, want we hebben hier ook nog een mooie kastwand. Appartement wordt natuurlijk ook een mooie buitenruimte. We hebben hier een terras van maar liefst 45 vierkante meter groot. En dat is groot genoeg om meerdere zitjes te creëren. Bent u benieuwd wat dit appartement nog meer te bieden heeft? Volg mij maar! En van al deze parkeerplekken zijn er maar liefst 2 voor u. En het gaat over parkeerplaatsen 29 en 30. Maar dat is nog niet alles, want naast de parkeerplaatsen krijgt u er ook nog 2 garageboxen bij. Bent u nou ook zo enthousiast over dit appartement? Wij nodigen u graag uit voor een uitgebreide rondleiding.